Woensdag en donderdag werden in Beuningen op het ARN-trein de BVOR-demodagen gehouden. Bedrijven die biomassa en compost verwerken lieten 40 machines zien die dit werk aankunnen. Het tweejaarlijks evenement is een kans voor kopers om de machines in actie te zien. Nou, deze dagen zijn ontzettend belangrijk omdat hier eigenlijk alle noviteiten op het gebied van machines voor de bewerking van groenafval, GFT-afval te zien zijn. En live gedemonstreerd worden. Dus dat is, het laatste is ontzettend interessant voor partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn om die machines te kopen. Dat ze hier niet alleen staan te blinken, maar dat je daadwerkelijk kunt zien wat de machines doen. Nou, er staan ruim 40 machines worden hier gedemonstreerd. En dat varieert van machines die materiaal kunnen zeven, die materiaal bijvoorbeeld boomstammen kunnen verkleinen. Tot machines die verontreinigingen kunnen halen uit compost bijvoorbeeld. Kijk, uiteindelijk is het, wij faciliteren hiermee de verkopers, de importeurs van dit soort machines. Die hebben hier de mogelijkheid om hun klanten en potentiële klanten alles live te laten zien wat zij te bieden hebben aan machines. En ja, wat wij dus in ieder geval hopen is dat zoveel mogelijk mensen daarop op afkomen.